Welkom in de koepel, jongens en meiden. Jullie mogen 2 items mee naar binnen nemen. Er mag alleen een boek mee naar binnen en een persoonlijk item. De telefoon gaat niet mee. Ik ben Human, ik ben 18 jaar oud. Ik kom uit Syrië en ik studeer zorg. En mijn hobby's zijn sporten, boksen en bewegen. Jullie gaan zometeen naar je kamer, je cel eigenlijk. In de cel ligt ook een camera. Nou, alles wat je kwijt wil, kan je kwijt in die camera. Om het gelijk echt te maken, mogen jullie meteen op cel. Nu gaan we beginnen. Dat vind ik een beetje lastig. Dat moet ik met mijzelf gewoon Nederlands praten, maar ja, ik ga proberen. En ik zit nu in een klein zieltje gewoon bij de koppel. Ik heb een beetje spanning in. Ik stel helemaal naar heel alleen. Ja, de tijd is van mijn dag ik gewoon. Ik ga gewoon chillen met mijn vriend of broer. Of ik ga gewoon mijn telefoon gebruiken of internet. Maar hier helemaal geen internet, helemaal geen contact met de buitenwereld. En helemaal niks gewoon. Ik voel dat ik leef in 1900 gewoon. Helemaal geen internet. In dit kamertje. Ik mis mijn leven. Maar komt goed. Kom goed. Ik ben benieuwd wat gaat gebeuren. We hebben nog niks gedaan. We zijn nog niet al begonnen. Maar oké. Zo. Gelukkig dat heb ik mijn schoolopdracht af. Ik heb echt geen vrijheid hier. Net heb ik aangevraagd. Ik ben een roker. Ik heb gewoon gevraagd: kan ik misschien een sigaretje roken of zo? Ze zeggen nee. Nee. Door de saaie tijd heb ik gewoon een paar dingen opgeschreven. Zo. Oh, nee, dit is echt. Hoor je mij? 1, 2. Eigenlijk, mijn hoofd zit echt druk in. Ik schrijf alles wat ik denk. Anders ga ik vergeten waar ik aan het denken eigenlijk. Ik gebruik de pen om te mijn gewoon schrijven wat ik denk. Ja, veel dingen eigenlijk. لك قد الدنيا قد الدنيا قد الدنيا وبحبك قد الدنيا قد الدنيا eigenlijk ik heb nu eigenlijk geen hoofdruk, maar gewoon ik mis paar mensen. Ik voel gewoon met eenzaam heet gewoon. Ik mis mijn ouders, echt. Ik mis mijn broers en mijn zusje gewoon. Het einde van vandaag. En ik ga gewoon lekker slapen. En we gaan morgen door gewoon. En dat was vandaag voor de eerste dag. En tot morgen. Goedemorgen, ik ben net wakker geworden.
gaan vandaag lekker beginnen. Je moet altijd netjes eruit zien in de ziel, in de gevangenis. Ja, moe, ja, zit in habaib, ja, moe. Straks ga ik mijn verhaal delen met de rest. En ja, ik heb eigenlijk mijn stress. En in hetzelfde moment ben ik ook benieuwd gewoon van zijn mening gewoon en zijn vragen. En ja, ik voel echt stress van. Maar komt alles goed. En ja, daar gaan we. Ja, eigenlijk, ik heb mijn verhaal met de rest gedeeld. En ja, dat vind ik echt knap van mezelf. Maar ja, in het begin voelde ik ja, echt stress gevoeld. En ik had echt stress. En, maar in dezelfde moment was ik ook benieuwd gewoon voor zijn vragen en zijn mening van het verhaal. Maar ja, iedereen heeft gezegd dat het een heftig verhaal is, maar in hetzelfde moment was het ook een mooi verhaal. En ja, dat is het. Ik hoop dat iedereen een leuk verhaal vindt. Het is tijd om naar de bed te gaan. We gaan slapen. Ja, iedereen zijn moe. En we hebben heel veel dingen gemaakt. En dat was echt een prachtige dag. Ja, tot morgen. Goedemorgen. Ik heb net wakker geworden. Ik ben benieuwd voor de laatste dag voor ja, de koepel. En ja, we gaan zien wat gaat gebeuren. If you had one shot, what I would want to be, this is everything I wanted. One moment was to capture, let's go to sleep, yo. Just maybe got something what I need. Zo, 72 uurtjes zijn voorbij en we mogen gewoon pak uit en naar buiten gaan en naar huis. Dat was echt een mooie ervaring. Ik wil tegen iedereen zeggen dat bedankt. Dat was echt super leuk. En tot ziens. Wie de meeste heb ik gemist? Ik heb deze schatje veel gemist. Mijn kleine zusje. Zo. In het begin. Ik wil zeggen dat ik hoop dat ik goed duidelijk was. Want ik praat niet 100% Nederlands. Ik ben eindelijk thuis. Ik heb mijn familie gezien. En ik heb mijn telefoon ook gecheckt. En weer wifi. Ja. Ja, ik mis mijn normale leven en mijn tegelijkertijd. Ja, mis ik ook de dagen in de gevangenis ook. En ja, het was een geweldige en bijzondere ervaring. En iedereen had prachtige en interessante verhaal. En iedereen was geweldig daar. En iedereen was ook heel cool.
En ik wens iedereen veel succes. En ik ga echt jullie missen.